Helemaal welkom terug. We rijden vandaag de Dauphiné, 5 etappes, de 4 klimritten en dan ook nog de tijdrit. En dat doen we met 7 andere online spelers. Ikzelf rijd met UAE in dit rondje, met uiteraard kopman Pogacar, in de hoop hier het algemeen klassement te winnen. Maar met zoveel concurrentie zal het niet gemakkelijk zijn, want iedereen heeft ongeveer de beste ploegen gekozen. Dat was ook zo afgesproken voor we aan de koers zouden beginnen. En ja, we zitten nu in de allereerste etappe, maar wellicht zal er niet veel gebeuren. Er is geen vloege vrucht een wegje gereden, maar wel een aantal mensen gelost. We gaan eens kijken wie dat zijn. Dat is hier een aantal mannen van Bora met Vlaashof, ook heel Quickstep en ook heel Jumbo gelost. Wat er hier is gebeurd, dat weet ik niet. Het lijkt erop dat ze een tempo hebben gekozen die veel lager ligt dan het peloton, want daar wordt wel stevig doorgereden door FDG onder andere. Dus wellicht zijn ze daardoor gelost. We gaan nu richting de top van die klim van tweede categorie. Nu, het loopt daarna nog wel bergop. Dus echt een afdaling of zo krijgen we niet. Die komt straks pas. En het team zit er toch vrij leeg uit. Er zijn heel wat mannen die moeten lossen. Hindley hier ook helemaal van achter. Masnada die moet lossen op rechts. En we gaan wel met een aantal renners over de top. Al met Almeida en Pogacar nog redelijk fris, ook McNulty. En dan gaat Evenepoel hier met alle Filippinen het wiel doortrekken. En dan wordt het opletten, daar gaat bijna een gat vallen. Bennett moet dan zien dat daar geen gat valt. Dat gebeurt wel, maar voorlopig blijft die schade beperkt. McNulty is wel nog mee. Bennett gaat nu even op kop moeten rijden. Die van Trek komt natuurlijk ook helpen. En Trent Dienst is bijna leeg. Dat was eigenlijk de bedoeling dat die toch zou kunnen overleven, omdat hij wel die rit straks kan winnen. Nu Evenepoel, die moet zelf temporiseren. Het gaat wellicht ook voor hem iets te snel. Dat kan hij niet volhouden. We zitten hier nog met 59 of met 50 man ondertussen, want we blijven maar lossen daar in die groep. En we hebben nu toch Evenepoel en Alaphilippe gegrepen. En dan zit onze ploeg redelijk leeg, maar Trentin die kan nog mee. En dan gaat Almeida nu een aanval plegen. McNulty die zat voorin eigenlijk een beetje per ongeluk, was per ongeluk weggereden eigenlijk uit die groep. Almeida gaat nu proberen, of McNulty gaat nu proberen het wiel van Almeida te kruipen liever. Proberen over deze heuvel te geraken, maar dat gaat niet lukken. McNulty gaat moeten lossen. En in de achtervolging is het AF Education dat achter ons rijdt, raar, want ze hebben wel een mannetje mee voorin. En dan is Almeida nu er alleen vandoor en dan is de vraag of dat hij dat kan volhouden. McNulty heeft moeite om te volgen. En Almeida, ja, die wordt zwaar onder druk gezet. Die laten ze niet zomaar rijden. Dat is ergens ook wel begrijpelijk. Is een goede renner. En zeker met die tijdrit nog in het verschiet. Ook wel een kanshebber voor een mooie plek in het algemene klassement. Als hij zich niet moet opofferen voor Pogacar, maar wat voor zichzelf kan rijden. McNulty is ondertussen ook gegrepen door het peloton. Waar nog een zestigtal mensen verzameld zitten. Ook Jumbo zit hier nog met twee man, met Vingegaard en Roglic, die zijn terugkomen aansluiten. Dus die PSG-mer had wellicht door, net op tijd dat hij achter het peloton aanreed. We gaan nu stiltjes naar richting die aanval, richting die afdaling Almeida is gegrepen. En ja, dan wacht er eigenlijk nog een kleine beklimming. Hier een klimmetje van vierde categorie, waar wellicht heel hard op zal gereden worden om in de hoop het peloton wat uit elkaar te breken. Daar komt Vingegaard met Roglic, die gaan heel snel. Daarin is ook FDG op rechts. McNulty moet nu gewoon zorgen, of McNulty en Soler die moeten ervoor zorgen dat er geen gaten vallen, dat we in die eerste groep hiermee over die top komen. En dat ook Trenti natuurlijk mee is, en dan kan die straks eventueel sprinten voor de ritzegen. En dan hebben we toch die eerste gele trui te pakken. Het Soler doet dat voorlopig uitstekend. En dan zit ook George Bennett zich klaar in de kampioenstrui van Nieuw-Zeeland. Een mooie kampioenstrui, zwart met een witte veer op de rug. En dan ligt hier de top en dan zijn we mee met nog 8 kilometer te gaan. En dan gaat Trentin hier proberen sprinten voor de zegen. Gaat Almeida hem nu brengen. Het is George Bennett die nu nog op kop rijdt. Almeida gaan we nu op 99 lanceren. Voilà. Bennett even laten uitzakken zodat hij niet in de weg rijdt. En dan gaat Almeida nu aanzetten. Voilà. En dan komt Trentin daar in het wiel. En dan moet Trentin het opnemen tegen een aantal mensen van Bahrein. Daar komt ook Godu nog. Maar het is Trentin. Trentin gaat hem pakken. Jawel, Trentin pakt hem. Eerste gele trui is voor ons. Voor UAE. Trentin wint voor Godu en Pello Bilbao. Alaphilippe nog vierdes. Roglic nog vijfdes. En dan doen we een hele goede zaak. Ook in het klassement. We verliezen geen tijd met Pogacar. En we hebben de gele trui. Dus dat is heel mooi meegenomen naar de tweede rit
Voilà, hier zien we het. We hebben 4 seconden voorsprong op David Godu en 6 op Bilbao. En dan zitten we nu in die tweede rit. Eigenlijk weinig gebeurd. Het was een vroege vluchtweg van een aantal mensen, maar redelijk snel teruggegrepen. Krijgen we nu een aanval. Twee man van Bora en ook Jack Haig gaat er vandoor. En dan gaat Jumbo-Visma de taak op zich nemen om dat gat te proberen dicht te rijden. Ik zit hier nog met een redelijk aantal frisse mannen. Maar ja, die klim is natuurlijk net iets te zwaar voor Trentin. Dus wellicht verliezen we vandaag de gele trui met hem. Maar kunnen we die nog met iemand anders heroveren. En dan zitten hier net voor het begin van de klim zitten onze mannen eigenlijk redelijk hard ingesloten. We zitten niet echt vooraan, moeten daar proberen de weg te zoeken samen met die mensen van Bahrain Victorious met Gino Meder onder andere. En dan raken we hier toch wel voorin. Dan kan McNulty nu tempo beginnen maken, Schachman. Die rijdt nog altijd voorop met Jack Haig. Kruiswijk rijdt er ook voor, maar die hark nu. Dus die gaat redelijk snel terug worden ingegrepen. En dan is het eigenlijk aan ons om dat gat dicht te rijden, zo blijkt. Maar het zal niet super makkelijk zijn. 40 seconden nog voor Jack Haig. McNulty probeert nu alles. Gaat zelfs Soler moeten komen, want McNulty is zo goed als leeg. Voilà, daar komt Soler nu. En dan zitten we op 3 kilometer van de streep. We hebben nog Almeida, we hebben nog Pogacar. Trentin zit ook nog in het wiel, maar die is zo goed als leeg. Die gaat de top niet halen. Daar komt nu Jumbo-Visma met Roglic. Die gaan ook redelijk snel. Soler moet nu alles bijzetten om te proberen die te volgen. Het zou jammer zijn als zij een voorsprong krijgen met Roglic. En Benoot zit daar ook nog in het wiel. Die harken nu. En dan moet nu Almeida komen. Op 1,5 kilometer gaat daar beginnen sprinten. Pogacar in het wiel. En dan lijkt het Jack Haig te worden die hier voorop gaat blijven. Die gaan we niet meer terugzien. Jack Haig gaat hier die rit winnen. Staat wel ver in het klassement. Dus de gele trui is sowieso niet voor hem. En dan komt Pogacar nog over Roglic. Gaat hij de 6 seconden bonus pakken? Jawel. Ideaal. Perfect. En dan hebben we misschien de leiderstrui. Of is die dan toch nog voor Godu? Ik weet niet waar die exact zit. Dus dat zou we moeten zien. Ja, Godu hier, die heeft nog in dezelfde groep geëindigd in dezelfde tijd. En staan wij dus in dezelfde tijd in het algemene klassement. Maar dus gedeeld leider met Godu. Maar Godu draagt de gele trui. En dan zitten we hier nu in de tijdrit. We zijn net vertrokken met Almeida en met Pogacar. Het is een lange tijdrit, 30 kilometer in het echt gewonnen. Door Filippo Ganna uiteraard met 2 seconden op Wout van Aert. En dan zijn we hier nog met heel wat renners onderweg, maar de belangrijkste die rijden natuurlijk helemaal als laatste. Daar zitten we hier met McNulty. Die gaat hier Gino Meder inhalen bijna. En ondertussen is iedereen gefinished, buiten Almeida en Pogacar. En dan is de vraag natuurlijk waar zij eindigen in het klassement. Evenepoel heeft voorlopig de beste tijd aan de streep. En het zal wellicht moeilijk zijn om die tijd te kloppen. Almeida nu in de laatste kilometer was op 21 seconden gemeld bij het tweede tussenpunt. Hij gaat hier nu een sprintje plaatsen richting de streep. En hij wordt derde op 25 seconden, dus verliest een aantal seconden. En dan komt hier Pogacar ook in de laatste kilometer. Die is ook wel wat renners voorbij gegaan. En hij eindigt derde op 21 seconden, in dezelfde tijd als Tom Dumoulin. Dus 3 en 4. En dan is de vraag natuurlijk wat Landa en Godu gaan doen. Landa die hebben we ingehaald. Dus die zal wellicht een slechte tijd neerzetten. Die, wordt, die eindigt op 3 minuten en 11. En dan is het de vraag wat Godu gaat doen. Die was op 2 minuten aan het tussenpunt en eindigt nu op bijna 3 minuten. Dus Evenepoel is wellicht leider. Hij wil met 16 seconden voorsprong op Pogacar en ook 23 op Almeida. Dan staan we voorlopig met 2 mensen op het podium. Maar Pogacar toch in pole position om hier die gele trui mee te pakken. En dan zien we nu in de bergrit. Ik ben er vandoor gaan met George Bennett. Mee in die vroege vlucht. En dan ga ik ook nog met McNulty proberen de overstap te maken. Om toch met 2 man vooraan te zitten. Dat is geen overbodige luxe in zo'n grote groep. En dan kunnen we eventueel de rit zegen pakken vanuit de vroege vlucht. We komen hier nu bij Van Zevenand. En dan gaan we proberen met 2 dat gat nog op die 16 vluchters dicht te rijden. Nog 7 kilometer klimmen op de Col du Galibier. En dan ondertussen is George Bennett hier moeten lossen. Op een drietal kilometer van de streep is Jon Izagirre die daar de tempo maakt. Knult hier achterin nog altijd. En dan moet George Bennett zien dat hij goed kan doseren. Dat hij wel over de top geraakt. Jack Haig zit hier ook. De ritwinnaar uit etappe 2. Die ondertussen op nog meer tijd is gezet in de tijdrit. Ook normaal uiteraard geen tijdritspecialist. En dan hier George Bennett. Die op eigen tempo probeert de top van de Col du Galibier te bereiken. Gaat er nu Arendsman voorbij gaan. Gaat daar na die 2 mannen van de F-Education rijden. En dan in die groep gaat hij proberen, of gaan we proberen, toch over de streep te geraken. Daar rijdt de kop van de groep. En dan gaan we hier net voordat we gaan harken
aankomen sluiten. En dan is dat ideaal om in deze groep de 40 seconden die we achter hebben op de kop van de koers in te halen in de afdaling. En McNulty die zit ondertussen op iets meer dan 2 minuten. En ook hij zit hier in een mooi groepje. Dus kan hij zelfs ook proberen om dat gat dicht te rijden naar de kop van de koers. Dat is ondertussen gelukt. We zitten op de Col de la Croix de Fer. En we gaan zelf een beetje tempo maken. Want Johnny Zagire die staat redelijk dicht in het algemeen klassement. Die staat maar op 1,5 minuut ongeveer. Dus moeten we natuurlijk wel zorgen dat hij niet te veel voorsprong krijgt. Want anders zijn we eventueel onze leiders kwijt. Allee, we hebben die natuurlijk nog niet. We rijden voorlopig in het groen met Pogacar. Maar in principe moeten we Evenepoel wel kunnen kloppen bergop. Met Pogacar, we zijn in principe de betere klimmer. Dus dat zou geen probleem mogen zijn. Maar dan moeten we natuurlijk wel eerst dat gat op de vroege vlucht wat dichtrijden. Voorlopig lukt dat er niet echt. Soler moet nu tempo maken. En heel Jumbo is opnieuw gelost. Dat is blijkbaar een van zijn tactieken. Dat deed hij in de eerste rit ook al. Wat er juist aan de hand is, dat weet ik niet. Het is nu Soler die tempo gaat maken. En voorin nog altijd 17 man. Vlasov moet nu lossen. En we zitten nu bijna op 3 kilometer van de Croix de Fer. En Almeida zit leeg, dus dan zit er niets anders op dan met Pogacar aan te vallen. Ik heb McNulty laten wachten. Voilà, daar gaat Pogacar Godu. Die gaat mee in ons wiel. En de rest, moet natuurlijk niet rijden met Almeida. De rest laat het stilvallen. En dan is Pogacar op weg naar McNulty, die daar aan het wachten is. Ik weet nu wel niet of hij nog genoeg energie heeft om Pogacar mee over de top te krijgen. Dat wordt nog lastig. We gaan bijna McNulty inhalen daar, maar McNulty is bijna leeg. Dus daar gaan we eigenlijk misschien niet veel meer aan hebben. We hebben meer dan een minuut voorsprong ondertussen op het peloton of wat er van overblijft. Nog een 40-tal mensen. Vallen McNulty gaat er nu nog een klein beetje Pogacar helpen, maar meer dan dat lukt ook niet. Dan gaan we Bennett laten wachten. Die is ondertussen ook wel gelost al vanuit de kop van de koers, dus die kunnen we laten wachten. En dan moet Pogacar alleen naar de top. Gaat daar Hamilton inhalen zelfs. En dan hier is Jumbo heel hard beginnen rijden met voor Roglic. En dan moet Pogacar nu even drinken halen in de afdaling. Wat kracht opdoen en is Bennett aan het wachten. Moet nog wel een heel eindje overbruggen Pogacar om aan het wiel van Bennett te geraken. Dat is ondertussen gelukt. We hebben nu heel de afdaling blijven rijden. En we hebben nog altijd een voorsprong van een 30-tal seconden. En dan is de vraag natuurlijk of dat we dat kunnen volhouden. Nog altijd 3 minuten van de kop van de koers. Dus om Izagirre nog in te halen, dat wordt moeilijk. Maar we zullen zien hoe ver dat we komen. Het is Vlasov die uiteindelijk de rit gaat winnen voor Nibali en Izagirre. En dan is de vraag natuurlijk op hoeveel tijd Pogacar gaat binnenkomen. Roglic komt nu in ons wiel, maar we gaan van hem wegsprinten. En we eindigen uiteindelijk op zo'n 2 minuten van de uiteindelijke winnaar, min ongeveer een 20-tal seconden dat Izagirre is gefinished. Dus dat wil zeggen dat Izagirre net de leiderstrui van ons afpakt. Evenepoel heeft heel veel tijd verloren, dus die hebben we zeker ingehaald. Dat is geen probleem, die moet nog meer dan een kilometer afleggen. En inderdaad, Pogacar staat op 26 seconden van Johnny Izagirre van Cofidis. Het is toch wel straf dat in dit rondje uiteindelijk een niet PCM'er of een computergestuurde renner de gele trui heeft. En dan zitten we nu in die laatste rit. Hier Jumbo is opnieuw gelost. Hirschi zat erbij. Maar we gaan even ervoor zorgen dat hij terug naar dat peloton knalt. Want Hirschi kunnen we natuurlijk goed gebruiken als knecht voor Pogacar. Want we moeten natuurlijk nog altijd 26 seconden dichtrijden op Jon Izagirre. De vraag is of dat gaat lukken hier op de laatste klim. Het enige nadeel is dat Pogacar min 2 dag heeft. Dus dat ziet er niet super uit. Dus het is de vraag natuurlijk wat de vorm van de dag is van Johnny Zagire. Dan zitten we hier nu op die voorlaatste beklimming, de Col de la Colombière. En dan is het Ineos dat heel hard tempo aan het maken is. McNulty die zit leeg. En de peloton, ja, daar is wel wat man ondertussen weer gelost. Het is nog altijd Jumbo-Visma die op een verre achterstand rijdt. En ik denk dat hij deze keer niet meer terug gaat komen. Dat hij voor heel de rit achter de feiten zal aan moeten rijden. Het is nu nog Pogacar en Bennett die nog wat over hebben. Daar gaan ze nu aanvallen met onder andere Hurt en Chavez. En ook Pozzo Vivo gaat er vandoor, Uran gaat er vandoor. En dan is het Quickstep dat hier het heft in handen neemt om dat gat te dichten. Dat doen ze redelijk op een redelijk zacht tempo. Kataneos is wel leeg nu.
En in de verte Jumbo-Visma nog altijd gelost. We hebben nog toch drie man, nog twee man en Roglic nu in die afdaling. We zijn hier met vier man over de top gekomen. Dus dat is goed. Nu kan Almeida een beetje tempo maken. Soler kan gaan drinken halen. En dan gaat alles beslist worden op de laatste klim van dit rondje. De Plateau de Solaison. En dan is de vraag hoeveel Pogacar nog in de benen heeft. En hoe ver dat die kan wegrijden van Jon Izagirre. Op deze laatste beklimming. We gaan gewoon anderen het tempo laten maken. En we gaan zoveel mogelijk krachten sparen om in de finale te proberen. Zo ver mogelijk van Izagirre weg te rijden. Hopelijk lost hij zelfs uit zichzelf, is hij leeg. Maar we zullen zien hoe dat verloopt. Ondertussen Evenepoel ook gelost. Roglic nog altijd gelost overigens ook. En dan is het voorlopig FDG dat hier het tempo hoog houdt. Dan zitten we op 3 kilometer van de streep. Op een dikke 3 kilometer. En het is Pagrijn Merida dat er nog met drie man zit. En redelijk hard tempo maakt. Dat Pogacar niet kan volgen. Die mens is aan het afzien. Niet moeilijk natuurlijk met een min 2 dag. Slechte dag eigenlijk. Komt niet zo goed uit. Jonny Zagire die kan wel nog volgen. Het is Jack Hege die daar tempo maakt. Godu die nog altijd voorop rijdt. Trouwens, Godu FDG dat was in het begin bestuurd door een PCM'er. Maar die doet niet meer mee. Die heeft gezegd, ik rijd niet meer. Jonny Zagire is nu wel aan het harken. Voilà. Dus Pogacar kan nog wel naar het wiel van Jon Izagirre rijden. Dat gaan we nu proberen op een rustig tempo. Om dan Seves eventueel nog van hem weg te sprinten. En dan rijdt Jon Izagirre weer weg. Dan moeten we terug opnieuw dat gat dichten. En dat kost wel wat krachten. Onze rot is ook bijna op. Dus echt een grote sprint gaan we niet meer in de benen hebben. Dan is de vraag hoe ver dat we kunnen wegsprinten nu. We moeten 26 seconden goed maken. Dat gaat niet gemakkelijk zijn. Izagirre harkt nu. Dan is het wachten met Pogacar. Om de perfecte sprint te lanceren. We gaan proberen zoveel krachten te sparen. Voorin is het overigens Godu die de rit wint. Mooie prestatie, ging van heel ver solo. En dan nog 500 meter voor Pogacar. En ik vrees dat we geen 26 seconden gaan goedmaken. Jay Hindley wordt daar tweede dus voor Caruso. En dan gaan we bijna, dan gaan we nu beginnen sprinten met Pogacar. En dat gaat inderdaad niet voldoende zijn. Om Izagirre te kloppen. Het zijn er ongeveer 10 seconden. En dat is inderdaad helaas niet genoeg om dit rondje te winnen. En dan wint Jon Izagirre hier het rondje. Godu wint nog die slotetappe. Maar Pogacar eindigt uiteindelijk op 17 seconden van Jon Izagirre. Toch een ongelofelijke prestatie van de Spanjaard. Godu gaat naar huis met de groene trui die van ons afgesnoept in die laatste rit. En dan wint of worden verslagen door Jon Izagirre in dit rondje. En als je nu zegt van ik wil ook wel eens meerijden, dan raad ik jullie aan om lid te worden van de Virtueel Geel Podcast Clan. En dan kunnen we eventueel in de toekomst wel eens een rondje met een aantal mensen organiseren. En dan kunnen we zien of dat Jonny Zegieren daar misschien ook sterker is dan de Pogacar. Maar dan zie ik in ieder geval jullie in een volgende video terug. Ciao!